Het hoogste punt is inmiddels bereikt voor deze kolos op Eindhoven Airport. Een multifunctioneel gebouw moet het worden met parkeerplaatsen, een kiss and ride, een taxi terminal en winkels. Het gebouw moet het parkeerprobleem bij de luchthaven grotendeels oplossen. Zo is er in de parkeergarage ruimte voor 800 auto's. Verder is er straks 300 vierkante meter extra voor winkels. Ook komt er een MacDrive. Tussen het nieuwe gebouw en de terminal komt straks een groene boulevard voor voetgangers. In juni moet het gebouw helemaal klaar zijn.